Jolanda, ze leren het hier allemaal verkeerd. Geitensnoepjes. Kom nou eens even kijken, jongens. Kom nou eens kijken. Kom eens kijken. Dit is wat geiten mogen hebben. Wat is dit? Snoep. Nee, appel. Heel goed. En wat is dit? Heel goed. En wat is dit? Worteltjes. En er zitten gallig slablaadjes en andere blaadjes van de wortels. Dat is wat geiten mogen hebben, jongens en meisjes. Ja. Hé, hey, maar even iets heel anders, hè. Wie hier is er bang voor enge beesten? Enge beesten, enge beesten in het bos. Ze grommelen, ze krijzen en ze lopen los. Enge beesten, enge beesten, enge beesten. Nou komt het trucje. In het bos. En als je dat lekker hard en vals zingt, dan jaag je alle enge beesten weg. Willen jullie dat eens proberen? Ja. Oké. Okay. Enge beesten in het bos. Dat kan toch wel ietsjes harder, of niet? Nog eentje. Enge beesten in het bos. Ja! Enge beesten in het bos. Wat heb jij een gekke mond zo? Stinken wolven. Ja, enge beesten, enge beesten, enge beesten in het bos. Ze grommen en ze krijzen en ze lopen los. Enge beesten, enge beesten, enge beesten in het bos. In het bos. Hey, heeft iemand een eng beest gezien? Langzaam ze leven op de kinderboerderij. Stamp met je voeten met je handen in je zij. Langzaam ze leven op de kinderboerderij. Stamp met je voeten met je handen in je zij. 1, 2, 3. Eet maar. Ja, maar die geiten die vinden het natuurlijk helemaal te gek als jullie dat echt super enthousiast roepen. Want eet smakelijk allemaal. Dan kan je dat ook echt heel enthousiast. 1, 2, 3. Laten we eens beginnen met de ezels. Ja? Nou, luister maar. Ze noemen ons ezel, maar wij zijn echt dom. Alleen een beetje koppig, en dat vinden mensen stom. Wij staan hier in ons stalletje en kijken uit het raam. Stikkelen van ons hooi, Rafi en Nono is onze naam. Ik houd zo van de kinderboerderij. Ik houd zo van de kinderboerderij. Laat maar horen. Ik houd zo van de kinderboerderij. Met alle dieren groot en klein, zij het zijn. Wie zei er net? Geit. Wie wil er in de zak kijken of wel Tupenijn er nog in zit? Hij zit er nog. Toch niet. Je moet hem laten liggen op de grond als die valt. Dit is de Supernijn en als die in de zak gaat, zo, hè, hop, dan is die in één keer weg. Wie wil de zak onderzoeken? Wat? Zijn jullie er klaar voor? Ja! Nou, daar gaat hij dan. Dan beginnen we eens heel rustig met de stampen om de geiten wakker te maken. Lang zullen ze leven op de kinderboerderij. Stamp met je voeten, met je handen in je zij. Lang zullen ze leven op de kinderboerderij. Stamp met je voeten, met je handen in je zij. Extra's vandaag, laten we door de knieën helemaal op.
niet. Wauw. Ze kon maar weer langzaam staan. Dan zullen ze leven stuk in het brein. Stap met je voeten met je handen in je zij. Dan zullen ze leven stuk in het brein. Stap met je voeten met je handen. Op de kinderboerderij klappen we in de handen, allebei. Het is hier zo gezellig. Op de kinderboerderij klappen we in de handen, allebei. Dan komen ze aan, dan komen ze aan. Langs ons leven op de kinderboerderij. Stam met je voeten met je handen. Gaat ie!